Ja, goedemiddag lieve vrienden. Daar zijn we weer, de dag voor kerst. Ja, ik had er net al visite. Eentje van de kerk, hartstikke leuk, hartstikke lief. Geweldig, ja, een schat van een vrouw. En ja, dan mag ik niet vloggen, hè. Nee. En ze riep al, want ik was boven bezig, ja. Want deze rakker, die rode, die mag graag buiten de kattenbak om zijn behoefte doen. Althans, zo'n plasje. Dus ja, niet leuk, maar ik heb het wel even gedaan. De kattenbak verschoond en even de douche gedweild. En daar was ik mee bezig en ja, toen kwam ze binnen. Dat ze riep al, ik zeg, hi schat, ik zeg, kom maar binnen hoor. Ik zeg, ik ben even nog druk bezig, ik kom zo eraan. Nou ja, ik ben beneden gekomen, de boel weggegooid. En nou, die is ook naar beneden gehuppeld, die lag hier lekker te slapen op mijn bed. Nou, dat moet ook kunnen, dan ligt hij lekker op de bank. Hé kerel, je kent over jou. Oh, lekker ding. En hier ons prinsesje. Hé? Ja nou. Ja, jij bent ook lief hoor. Jij bent ook lief hè. Dus ja, lieve vrienden, dat, ik zou zeggen, ik ga even nog het een en het ander doen. Ik heb nog geen broodje gegeten, dat ga ik even doen met een bakje koffie erbij. En ja, omdat ik zo druk bezig was, ik heb eerst Frodo's wc schoongemaakt. Toen ben ik weer naar boven gegaan, Frodo meegenomen. Want die was ook buiten, die heb ik meegenomen naar boven, want die moet ik ook in de gaten houden. Toen heb ik de kattenbak op de was droog gezet. Toen is dat gedeelte gedweild en schoongemaakt en gedaan. Toen heb ik mij opgemaakt en mijn haren gedaan. Daarna ben ik even gaan zitten. Al was het maar 2 tellen. Heel even gezeten. Toen weer hup erheen. Gekeken of het droog was. Ja, het was droog. Mooi. Handdoek gepakt. Die er neergelegen. Keurig netjes. Toen de kattenbak verschoond. Schoongrit erin. Keurig netjes op die handdoek neergezet. Toen de rest naar de deur naar de overloop toe gedweild. En ja, toen de handdoek in de wasbak gegooid. Op afstand. Want ja, anders als je er overheen gaat lopen, dan krijg je weer zwarte vlekken. Hè? Nou, dat wil ik niet. Dus heb ik weer even gezeten, mijn oorbellen erin gedaan, die zaten er nog niet in. En mijn vest aangedaan, spullen bij elkaar gepakt wat ik naar beneden moet hebben. En toen de handdoek uit de wastafel gepakt en uitgespoeld en uitgewrongen in de wasmachine aangedaan. Die draait nu. Dus ja, ik heb al wel weer heel wat gedaan, al vind ik het zelf. Al zeg ik het zelf. Ja, ik moet even naar achter, kerel. Hé, hallo, ik wil niet over een pootjes rijden of een staart. Ja, nee. Oh, wat een onmogelijk beest. Ga dan weg. Jongen, nog een toe. Malootje. Je bent een malootje. Je bent een malootje. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zeg geniet van je dag. En ik zie jullie straks alweer. Ik zit in het donker. Wat ik weet is dat Chrissie ook zou komen. Enkel ik weet niet hoe laat. Nee. Dat merken we wel. Dat zullen we wel beleven. Want dan kan het niet een beetje snel. Het leven duurt maar even. Of niet dan. Ik zou zeggen tot straks. Wat miauw. Kom je er toch bij? Lampenkap? Ja, Lampenkap? Nou, en ja, jullie weten het. Chrissie zou komen. Nou, ik zie ze hoor. Hoi, schat. Hey, dag kijkbuiskinderen. Welkom weer. Nou, natuurlijk van deze kant uit wens ik jullie ook hele fijne kerstdagen toe. En mocht ik jullie niet weer zien, in ieder geval een heel goed uiteinde. En een heel gezegend, mooi 2019. Nou, en ik heb wat moois gekregen van Chrissie. En er zitten kaarsen in. Nou ja, jullie zien wel een model waar het voor bedoeld is. Dus ik zei gelijk al, lieve schat en schoonmoedertje voor jullie. Dat ik heb haar ook mooi bedankt en ze heeft ook mooie cadeautjes teruggekregen. En dat vond ze ook heel erg geweldig. Helaas is Astrid er niet, maar ja, haar zoon die wordt vandaag jarig. Dus ja, dan heet je dat, hè. Die moet dan op verjaarsvisite. Zoals normaal, ja. Dus ja, we zitten even gezellig bij elkaar. Moet kunnen, toch schat? Echt wel. Echt wel. Dus ja, we zijn nou zusjes simpel zat voor het leven en daardoor, wat, hoe zei je dat? Hoe zei je dit nou? Want ik ben het alweer kwijt. Samen zijn op afstand. Samen zijn op afstand. En als er een herinnering is, dan bellen we elkaar. En dan steken we met z'n drieën de kaars aan. En dan zijn we toch op afstand bij elkaar. Zo is het. En niet anders. Dus ja, hij ook zo'n goede vriendin wat meer een zusje voelt. Geef elkaar dan een kaars. Steek hem aan en bel elkaar als je hulp van elkaar nodig hebt. Verdriet, pijn, vreugde, maakt niet uit. Bel elkaar en steek het kaarsje aan. Ja toch? Ja. Zo is dat. Ze zeggen, lieve vrienden, tot strakjes. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik heb het licht even uit, want ik heb de kaarsjes aan en dat wou ik jullie even laten zien. Dat is er zijn met drie engeltjes hand in hand omheen. Een kaarsje bij mijn mannetje en bij mijn schoonmoedertje op tafel. Maar ook hier heb ik kaarsjes branden. Dat is er één. Daarbovenaan staat er één. En dat hertje had ik vorig jaar van mijn mannetje gehad. En die heb ik nou bij hem staan. En dan heb ik daar alle kaarsjes branden. Alle 4 de stuks. En mijn kerstman met muisjes staan de handjes te warmen. En dan hier het engeltje. Die heb ik ooit eens een keer voor Karin gekregen. Ooit in het verre verleden. Het hartje brandt. Alle kaarsjes. Enkel die doet het zielig. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. En dat huisje. Er zit er ook eentje in. Dat kunnen jullie denk ik wel zien. Ik zal even kijken aan deze kant. Ja. En dat zijn een elektrische kaars op batterij. Die 3. Dus ja, ik zit er gezellig bij op de kerstavond met mijn hondje en mijn poesebeestje en Kandalf is naar buiten toe. Ja, dat kan ook zo, hè. Dus ja, ik zal het licht even aandoen, dan zien we wat. Zo. Dus ja, ik zit er lekker gezellig bij televisie te kijken. Dit is All You Need Is Love voor de kerstshow. Jullie weten het wel. Hoeveel mensen zullen er wel nu niet gaan zitten te kijken? Ik denk heel veel. Onder andere ik. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En ik ben ook op de computer tevens aan het werk. Een vlog aan het uploaden naar YouTube. Ik denk dat die er al wel is. Dan moet ik nog een vlog weer in elkaar zetten. Dus het komt allemaal goed. Zoals deze. Die moet ik ook nog in elkaar zetten vanavond. Maar we zijn er nog niet. Nee, de avond is nog jong, begint nog maar net. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. Hele fijne, liefdevolle avond. En like alles op mijn kanaal. Like alles bij Karen en Roderick. Like alles bij Harald van Beek. Like bij iedereen. Ja, gewoon, doe gezellig. Wees lief voor elkaar. En geniet. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, we gaan weer naar bedje toe. Frodo staat weer klaar om naar boven toe te gaan. Dus ja, ik wens een ieder dus een welterusten en lekker slapen. Gezond weer op en een gezegende eerste kerstdag toegewenst. Want die is al lang al reeds begonnen. Het is bijna al 4 uur in de ochtend. Ja, ja. Dus het is alweer vroeg of laat. Het is maar net hoe je het wilt bedenken. Dus ik zeg dan later. Ik ga slapen. Doei doei.